Het kille en bewolkte weer, dat hebben we achter ons gelaten. De komende dagen gaat de zon steeds vaker tevoorschijn komen en de temperaturen gaan omhoog. Vandaag merken we dat al, want de temperatuur kan in het zuidoosten van het land al zo'n 25 graden bereiken. Ook de komende dagen is dat het geval en volgende week dan kan het zelfs tropisch warm worden. Duidelijk warmer weer dus de komende dagen, maar dat wil nog niet zeggen dat het echt zomers stabiel weer wordt, want er vallen nog wel een aantal buien. Vandaag kan er een enkele bui vallen, morgen vallen er meer buien. En dat is ook goed te zien op de computeranimatie. Dit is de kaart voor donderdagochtend en dan zien we die buien geleidelijk aan boven Nederland. Er is zelfs kans op onweer. Vrijdag is het dan wel weer overwegend droog met een afwisseling van wolken en zon. Maar zaterdag krijgen we te maken met een nieuwe storing. Voor die storing uit kan het nog wel zomers warm worden. 25, 26 graden is zeker niet uitgesloten. Maar als de buien overtrekken gaat de temperatuur natuurlijk onderuit. Maar dan daarna. Dan zien we een hoge drukgebied opbouwen en volgende week ziet het er echt zomers uit als we de laatste weermodellen mogen geloven. Kunnen we goed zien op de volgende kaarten. Hier zien we de kans op warmte voor volgende week. Ook voor deze week, maar met name dus voor volgende week. Daar gaan we eventjes naar kijken en dan zien we de oranje kleur. En dat betekent de kans op 30 graden. In het zuidoosten van het land is die kans op 30 graden vanaf dinsdag zo'n 70%. We zien zelfs de kans op 35 graden toenemen, want die kan zelfs naar 20-30% oplopen. Wat we ook duidelijk zien is dat in de loop van volgende week de zon erbij gaat komen. Vanaf dinsdag flinke zonnige periode en het blijft op de meeste plaatsen dan ook droog. Stabiel zomerweer.